Yo mensen, Groove van DNPNL met vandaag een nieuwe video en vandaag ben ik hier met Mattie en we gaan de pack battle doen. Het is weer terug. Het is weer zover. Weg geweest. Er komen 125k packjes straks, hopen. En ik heb vernomen, packs zijn iets beter geworden, want ja. We gaan er een packen zo meteen. Ja, ik heb het gevoel van dit is mijn moment. Deze intro is wel echt vet. Je moet, weet je wat je moet doen bij de intro? De kamer binnenlopen. Team of the Year. Vanavond moet het gebeuren. En dan met dat, dan weet je wel, dat two steps from hell, weet je wel. Oké, dat ga ik nu doen, oké? Yo. Kom hier nou iemand op de gang tegen? Team of the Year. Ga ik even zuchten. Kom hier nou iemand op de gang tegen? Nou, hij is nou, ik kwam er net tegemoet laat ik naar buiten liep. Ik denk, what the fuck doet hij nou weer? What a me. Mensen, doe zeker een duimpje op deze video. En dat abonneer. Zou ik wel doen als ik jou was, ja. Abonneer op mijn kanaal. Mensen, zoals altijd, moeten ze in een teampje gooien. En gaan we ze daarna, mogen we allebei drie uitkiezen die we gaan discarden. Oh, wat spannend. Eruit, drie, twee, één. Hey. Let's go. Go. Gelukkig nieuwjaar. Let's go, let's go. Gelukkig nieuwjaar, mensen. Zijn er niet. We gaan hou je bek. Oh, je wil. We zijn er wel, what the fuck? Bij jou waren ze ook niet, toch? Nee, bij mij was ze ook niet, nee. Een walker in de eerste. Oh, ik heb een walker. Oh, nee. De meme, ik heb David Silva. Nee, ja. Ik heb geskipt, want ik had geen... ik heb Gundogan, Carrasco, kutzooi, doei. David Silva is wel goed, oké. Okay. Door allemaal een clubje mensen die gooien zakken. Ik heb gevoel dat dit wordt een slechte ronde. Hoe hard gaan ze? Dat is ga echt langzaam, oké. Okay. Ik heb weer geen walker, what the fuck? Ik heb weer een walkout. Kom op, geef me die blauwe, kom op! Het is jouw jaar. Nee, weer niet. Een inform walkout. Oh, die keeper. Asengo. Nou, die is kut. Nee, 87 al. 87 algemeen? 87 algemeen. Asengo, Socrates. Ze hadden dat niet, nou, er zijn nu al 5000. Zo, die was een goede pick. Ik heb weer niks. Ik heb geen walkout. What the fuck? Het slaat echt helemaal nergens op dit. Een goeie. Weer een walkout. Zie je ook elkaar? Geen walkout. Wat een kutpack. Ja, deze zijn echt slecht. Hoe kan dit nou weer? Smike. Ik heb weer geen walkout. Wel Ribéry. Ik heb gewoon vier keer geen walkout. Zou ik ervoor? Ik ga dat nu een discard pack doen. Oké, ga je niet kijken? Ik ga niet kijken, nee. Dan zien we het later wel terug. Dit is echt tyfus slecht. Het boeit me geen kloten. Nee, ik ben niet aan het kijken. Kijk niet. Oh. Als ik zou kijken, zou ik ook discarden. Want ik durfde gewoon. Kijk, dat team die hier van mij gediscard. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee, dat weet je. Nee. Dat vind je helemaal niet. Nee, vind ik helemaal. Ik wil tussen rust gaat openen. Nee. Ja, nee, is goed. En ik heb nu gewoon vier keer als elkaar geen walkout of zo. 100 ik heb euro. Ik heb 15 geen walkout, heb ik gewoon gediscard. Had je weer geen walkout? Weet ik niet, ik heb die gekeken. Okay. Ik heb gewoon gediscard. Jij bent echt cool. Ik ben echt van cool. Ik heb weer geen walkout. Niet normaal. Waarschijnlijk gewoon 6 keer geen walkout. En niet normaal, nee. Kom op dan. Ik word hem. Ja, ik heb een walkout. Nee. Klote spel. Oh, ik heb Thiago Silva. Het is echt een vreselijk spel. Ik heb Thiago Silva. Ik heb gewoon 7 keer achter elkaar geen walkout, waarvan ik er eentje niet zeker weet. Thiago Silva is wel 88. Ik wil op zich helemaal niet zo'n hele slechte pakketje. Gewoon redelijk slecht. Ja, ik heb weer een walkout. Kom op. Ja, wat ben je aan het doen? Blauw. Nee. Oh, weer een ik heb weer geen walkout. What the fuck is er gebeurd, jongen? Ja, ik zou even uit de store gaan en weer in. Ja, ik ga even oprecht uit de store. Dit kan echt niet, dit. Ik heb Arnautovic. Oké, geil. In vorm. Die is in vorm? Ja. Oh ja, die is goed. Ja, dacht ik al. Weer geen walkout. Dit kan gewoon niet, gek. Ik heb er nu 9 geopend en geen walkout. Hoe kan dit? Dit kan toch niet? Hij wordt gek. Dit is de 10e. En dan krijg je dan. Hoe kan dit? Dan krijg je zo... Hoe kan dit? Dan krijg je zo'n sowieso een team of the year en je eerste walkout pick. Maar zullen we tegelijk eentje doen? Ja, laten we dat doen voor geluk. Ik zou ook mijn keukenrol-trui uitdoen. Zullen we er anders twee doen? Wacht. En in de clubstore. Fuck die keukenrol-trui, die brengt alleen maar pech. Hè. Ik denk dat ik nooit van mijn leven een team of the year ga pakken met een keukenrol-trui aan. Oké, gaan we openen? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Tegelijk. Ik heb nog maar. Geen walkout. Ik ook niet. Was het... Heb je dit ooit meegemaakt? 1100 capex nu? 1125 capex. Oh mijn god. Dus zullen we even twee packjes doen dat we niet kijken en dat we in de clubstore... Zullen we dat nu doen? Nu twee packjes? Ja. Oké, okay. Ik open hem nu. Ja, maar ik heb daar de punten niet meer voor. Wat heb je nog dan? 4500. Oh mijn god. Ik kan ook niks discarden van jou. Nee, ja, nee, ja. Ja. Ik heb hem, ja. Ik heb hem geskipt. Ja. Ik heb hem ook geskipt. Oké, dan doe ik nu op R2. Ja. Oké, okay, ik had 1 speler die ik nog niet had. Want ik heb 29 spelers die ik L2, discard. R2, kruisje. Ik weet hoe dit moet. Ja, maar waarom discard jij die duplicus? Dat hoeft helemaal niet. Oh. Oké, okay, ik ga met mijn ogen dicht. Ook de volgende. Jij kan niet meer, toch? Nee. Ja, dit is ook mijn laatste eigenlijk. Maar ik heb nog een paar vierpunten. Mag ik die nog openen? Ja, open maar. Oké, okay, dan heb je meer om te discarden. Ik ga even 3 van die 600 puntenpakketten openen. Ja, dat mag. Daar besluit ik mijn punten aan het uit te geven. Ja. Ah, nee, maar daar zit geen walk. Als dat daar een walk. Ja. Je hebt gewoon geen één walk gepakt. Ik heb gewoon geen één walk. Ik zag ook bovenin, er zat geen wereldklasse speler gevonden. Stond er niet. What the fuck? Dit is ziek. Ik heb 85 Santi. Ik heb Company. Geen walkout, toch? Nee. Zal ik. Ik kan er nog 2 doen. Zal ik er naar kijken of zal ik ze ook in mijn club store? Ja, ik zou er niet naar kijken. Gewoon store in de club. Oké, dan heb ik dus. Of, ja, oké, dan heb ik dus 4 packs gestoord in de club. Ah, alsjeblieft, geef me een blauw.
Kom aan dan. Zal wel niet, hè. Packs zijn niet echt heel goed namelijk. Oké, ik ga mijn ene pack die ik heb gestoord, ga ik nu bekijken. Dat was, ja, ik heb geen idee wie dat was. Ik heb oprecht geen idee wie dat was. Maar het was niet hoger dan 84. Nee. Oké, okay, ik heb een laatste nu en daar ga ik ook niet naar kijken. Dan heb ik een 10.000 Viva Point pack. 10.000. Oftewel een 500k pack heb ik. Ik heb eigenlijk gewoon een 500k pack geopend. Ik voel me toch een beetje verdrietig nu of zo. Hoe zou dat komen? Oh, dit was allemaal duplicate. Allemaal duplicate. Oké. Okay. Besef wat ik de vorige ronde had in die pakketjes. En wat ik nu heb. Ik heb nu gewoon Felipe Andersen 82 in mijn team staan. Oké, okay, ik ga kijken. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, ja, het kan echt nog gewoon een vier zijn, hè? Vier packs waren het. Nee, okay. Eigenlijk drie, want een eentje heb ik, was er geen één. Dat had ik 30 gekocht. 3, 2, 1, go. Oh, wel Kane en Otamendi. En Isco. Dat is best wel goed eigenlijk, hè? 3 walkouts. Ja, en best wel hoog ook. Maar geen Team of the Year voor de DNP Master. Ja, dan ga je zeker mijn beste spelen nog discarden ook. Vuile aaplul. Gaan we nog discarden of skippen we dat? Nee, we gaan ook discarden, tuurlijk. Ja, ik kan bij jou misschien bijna discarden, maar jij bij mij wel. Ik heb Inform Arnautovic, Thiago Silva, Otamendi, Inform Asenjo, David Silva, Kane, Isco, Company. Ja, oké, okay, komt u maar. Rechts mid. Oh mijn god, David Silva. Ja, de Centurion, doei! Oh mijn god. Dag, de Centurion. Fijn, dit is echt... Oh. Oké, okay, wie is jouw beste? Company. Oké, okay, die staat op links mid. Oeh, daar stond Felipe Andersen. Oh, dat is een goede speler, zeg. Gast, je hebt bij mij gewoon best wel veel die, waar ik gewoon flink genaaid kan worden. Oké, okay, linker center mid. Isco. Nee! What the fuck? Dit vind ik gewoon sneu, weet je wel. Eigenlijk ben ik sneu, want ik heb geen walkout gepakt vandaag. Die is ook, dat is eigenlijk nog sneller. Die is ook 50k. Ja, die ratings, die zit 89. Nee, bedankt. Ik heb nu 100k gediscard. Dankjewel, man. Nee, echt tof dit. Tof van jou. Oh, oké. Okay. Ga jij maar voor je linker centerback. Oké, okay, linker centerback. Die ga ik discarden. Wie is het? Ja, moet je het nog horen? Laporte. Dat erin zit. Het is gewoon de hoogste rate dat die gepakt heeft. Als je nou mijn derde 89 ook discarden, word ik echt gek. Keeper. Nee, dat is 88. Thiago Silva. Ah, nee. Vier hoogst heb jij 3 gediscard. Die was die 89 ook weer. Kane. Oh ja, Kane, ja. Godverdomme. Nou, dus kijk jij dan maar één. Rechtback. Wil ik het weten? Kovacic. Wow, is het 82 of zo? 83. Ik had voor een grap mijn op rechtsback gezet. In de hoop dat jij die niet zou kiezen. En dat ik toen kon zeggen, je had nou kunnen hebben. Maar oké, ik heb toen mijn Kovacic er maar weer ingezet. Wanneer heb je dat gedaan? Wanneer heb je dat veranderd? Ja, op begin. Oh jee, het is niet zo dat ik nu eigenlijk had gekozen. Je hebt gekozen, ja. En we gaan hem discarden. Nee, ik heb gewoon even... Gast, dit kan toch niet? Ja, maar je... Je gaat er niet discarden. Allemaal omdat ik hem niet zou kiezen. Als je kan zeggen, ja, dan kunnen kiezen. En dan kies ik hem. Nee, Koen, doe even opnieuw. Doe even niet rechtsback kiezen. Je linksback. Compagnie, nee. Oh, wat vervelend. Die ga ik discarden. Ja, Koen. Zou ik je wat leuks vertellen? Je had ook... Nee, meen je niet. Die stond rechtsback. Besef trouwens mensen, binnenkort op Mattis kanaal heeft hij een Team of the Year gepakt. Leuk joh. Ga zeker kijken. Ga zeker kijken. En bedankt voor het kijken naar deze video. Wat was dit kut. Wat heb jij goede packs gehad. Bedankt dat je ook zo leuk je best doet in mijn video. Jongen, nul walkout. En ik een godverdomme 92 en 88 discard. Oké, doei! Kom op. Weer een walkout. Wat? Wat de fuck is dit jongen? Yes, ik heb